Goedemorgen, ik sta hier weer bij het zwembad. Ik ben zo net klaargemaakt. Ik heb mijn playsuit weer aan. Vandaag gaan we naar de Etna, maar natuurlijk eerst ontbijten. Mijn vriend is zich nog even aan het klaarmaken en dan gaan we lekker ontbijten. En dan dus naar de Etna, dus wel ook weer eventjes rijden. Maar dat willen we alle twee toch wel heel graag gezien hebben. En ja, we willen daar ook een Polaroid foto maken van ons twee voor ons ideetje voor in het huis. Dat zal ik later nog wel zeggen, maar dat gaan we vandaag dus doen. We hebben zo net gegeten en de planning is lichtjes gewijzigd. Of ja, in ieder geval lichtjes, toch behoorlijk gewijzigd. We gingen normaal dus naar de Etna, maar we hebben een beetje liggen opzoeken. Even kijken hoe laat het nu is. Iets van 10 uur bijna zijn, ja, 20 voor. We hadden gelezen op internet dat iemand om 8:30 vertrokken was en die was s'avonds pas om 6:00 terug. Dus we moeten nog 2 uur en een kwartier of zo rijden van hieruit. Dus dat gingen we niet halen, of ja, dan waren we heel laat terug, maar dat is dan ook weer niet de bedoeling. Dus we gaan de Etna uitstellen tot morgen en dan gaan we vandaag waarschijnlijk naar het stadje Taormina, ook heel mooi zeggen ze. Dat is ook wel heel erg ver rijden, of ja, iets van 2 uurtjes zoiets. Maar dan kunnen we zelf wel kiezen wanneer we doorgaan en wanneer we wat doen. Dus daar gaan we nu naartoe. Daar ben ik ook heel benieuwd naar, want het ziet er toch in ieder geval heel erg mooi uit op foto en zo. Dus ik ben benieuwd. We zijn aangekomen in Taormina. We hebben hier geparkeerd. We zitten nog niet in het centrum, maar ik denk dat we best een shuttle-dienst nemen tot daar. Want daar kunnen we heel moeilijk parkeren. En daar mogen we ook niet overal parkeren, dus dat gaan we doen. We zijn in Taormina nog altijd en we zijn nu bij een soort van tempel. Niet tempel, theater bedoel ik. En ik denk dat je boven hier echt wel heel erg mooi uitzicht hebt. Het is hier wel slechter weer, maar. We zijn terug op weg naar huis. Het was echt een heel mooi stadje Taormina. Alleen jammer dat het even regende. Of ja, even toch wel een tijdje heeft het geregend. Dat was wel jammer.
En van huis was het echt heel erg mooi, echt super stadjes. Ik kan vast de aanrader. Heel mooi uitzichten en ja, ook die theater was echt super, super mooi. Dus zeker doen als jullie in de buurt ergens zijn. Zo, en hier zit ik weer buiten om de vlog af te sluiten. Vandaag was ook weer een hele, hele leuke dag. Taormina is echt ook weer een aanrader. Heel erg mooi stadje, historisch, romantisch. Echt, ja, alles. Ook weer een, ja, die theater wat we hebben bezocht was ook echt zeker een vaste moeite. Is nog heel veel van overgebleven eigenlijk. Dus ja, ook dat moet je zeker eens gaan bezoeken als je hier in Sicilië bent. Alles is prima te doen met een kinderwagen ofzo, dus daar hoeven jullie zeker even niet naar te kijken. Het is daar wel vaak kouder, omdat het na de Etna ligt. Dus vandaag hebben we bijvoorbeeld heel veel regen gehad, het was bewolkt, hebben we onweer gezien. Dus ja, een paraplu of een vestje of een hoedje of een pet ofzo is zeker vast wel aan te raden om mee te nemen. En ja, Taormina is op zich een autoloos stadje. Ik weet niet of je het zo zegt. Maar er mogen bijna geen auto's in ieder geval in het stadje. Dus ja, dat is wel heel erg fijn als je daar wandelt natuurlijk. Maar ja, je parkeert je auto dus best aan parking Lumbi, als ik me niet vergis. En daar zijn dan gratis shuttle busjes om de 15 minuten. Die jullie dus naar het centrum brengen. Dus dat is heel erg handig natuurlijk. Zeker aan wat doen en... Ik denk dat wij, ja, we hebben sowieso iets van 8 euro betaald voor de parking. En we hebben daar toch wel echt enkele uren gestaan. Dus ja, het valt ook echt wel mee qua prijs. Dus Taormina, zeker vast aanrader. We gaan nu nog even kijken voor morgen naar de Etna te gaan. Welke, of ja, waar we gaan beginnen, waar we kunnen beginnen. We hebben verschillende namen doorgekregen van de eigenaar hier van het hotel. Dus dat gaan we nu nog even bekijken. Ik ga die vlog ook nog editen. Want ja, die moet morgen natuurlijk ook online. En dan gaan we slapen. Want we zijn echt super, super, super moe vandaag. We weten niet hoe het komt. Maar we zijn echt heel erg moe. Dus ja, bij deze. Ik sluit de vlog af. Tot morgen weer. Ja, vergeet zeker als je een duimpje omhoog te doen. Als jullie deze video leuk vonden. Of hieronder een reactie achter te laten. En vergeet jullie natuurlijk ook niet te abonneren op mijn kanaal. Want bij 200 abonnees komt er dus een nieuwe Back to School winactie online. Van de HEMA. Dus ja, dat is toch wel de moeite waard. Dus nogmaals bedankt voor het kijken. En tot morgen weer. Dag. Goedemorgen, wij gaan ontbijten.